Dat vak is hartstikke leuk, weet je wel. Ja. Het is mooi en ik ben blij dat ik het heb kunnen bereiken, wat ik toch een beetje voor ogen had. Maar duizend en één dingen in het leven zijn belangrijker, denk ik. Ja. Dag dames en heren. Ze is de enige die zich een collega op hetzelfde niveau van André van Duin mag noemen. Ze zit 35 jaar in het vak. Ze maakte 23 shows en 4000 voorstellingen in theater. En heel kenmerkend voor haar karakter, slechts 2 van die 4000 moesten afzeggen. De koningin van de gulle lach, Tieneke Schouten, staat centraal in dit televisiemonument. Tieneke Schouten is, denk ik, nou, misschien zei ik het groot, maar toch wel een soort fenomeen. You may go. Yes, thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I proudly present myself. I am Camilla Parker Bowles. Ik denk niet dat er artiesten zijn die zo productief zijn dan Tieneke. Ik kwam gelukkig alleen maar om te presenteren, dames en heren, en Tieneke heeft gelukkig nog meer artiesten, want op dit moment sta ik voor jullie klaar achter de coulissen. Niemand minder dan Karin Bloemen. Ons heb een week op Jamaica geweest. Met ons zwaarman Peter en onze streek. Dan denk ik wel eens, mens, waar haal je het vandaan? Maar ze doet het toch weer. Ik wou het zo graag een kindje, kan jij je niet voorstellen, echt. Maar ik was te zwaar overspannen van. 11 jaar lang hek op de kalender zitten turen. Elke maand zat ik in de spanning en elke maand was het weer een fiasco. Dan hak ik weer mijn poes in de hangmat. Tieneke, uit wat voor soort gezin kom jij nou eigenlijk? Nou, middenstandsgezin. Ja. Leuk, gezellig. Oudere broer, een ouder zusje. 1,5 jaar ouder maar, dus wij trokken heel veel met elkaar op. En een jonge zusje, een nakomertje eigenlijk, 6 jaar jonger. En mijn ouders hadden een supermarkt. Supermarkt? Ja. En mijn moeder werkte hele dagen mee, 6 dagen per week. Ja. Doorzetten, zegt ze altijd. Doorzetten. Het wordt weer ochtend, het wordt weer avond. En aanpakken. Niet teuten, geen geteut. Weet je wel. Ja, en toch ook heel liefdevol. Hij komt nog niet, de bus. Stomme chauffeur. Nou, anders ga ik gewoon weg, dan moet hij zelf maar weten. Maar ik heb al een pyjama in een plastic zak gedaan. Het elastiek is uit mijn broek, maar dat geeft niet, want dan doe ik er bij mijn oma wel gewoon een knijper aan. Nou, mijn oma is heel lief, hoor. Ze is echt heel lief, maar ik mocht er geen patat. Ik mocht er ook nooit eens cola, want oma zegt dat ik geen vier is te veel. Ik mag bij oma mag alleen altijd mijn roostvier zijn. Mijn vader was een hele lieve, hele lange, ik zeg wel eens een beetje Danny Kaye-achtige figuur eigenlijk. Hoewel, hij was niet roodharig, maar had wel die dikke krullen zo en lang en had humor. Hij was altijd wel verschrikkelijk trots op, want ja, zijn kind. Ja, ze hadden wel dezelfde humor ook, maar ik bedoel, we waren echt, ja. Ja, Tieneke was dan alles. Ik denk wel eens deep down had hij zelf wel artiest willen worden. Ja? Hij kon jong leren, dingen op zijn neus. Had ook een flinke neus, hebben wij schouders allemaal. En liedjes van Lou Bendy met zo'n hoedje. Wie zijn hoed is dat? Als er visite was, had onze Tieneke gehoord. En die had ook altijd de hele familie mee, hoor. Die hield de hele avond, ja, gezellig. Die maakte het altijd wel gezellig. Dat hebben ze altijd al gehad. Ja.
Dat ze... En nog, als er ergens is, dan weet iedereen dat ze er is. Want zij praat wel en ze doet wel. Ja, ze is wat dat betreft, ik geloof wel, heel goed op de plaats gekomen met haar cabaret. Die oren, daar kan hij niks aan doen. Ik zeg, nou... Ik zeg, een paar elastiekjes kost niks, hoor. Stubbel, 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 stubbel. Als Beb Lagerbeck voorbij komt, kennen de kliniekclowns wel inpakken, hoor. Ja, ja, schitterend. Wat zijn nou de leerprocessen die tot zo'n resultaat leiden? Nou, ik daag mezelf altijd uit. Iedere show denk ik wel, als ik weer schrijf. Ik hou van variatie, dus moet in zo'n show heel veel gebeuren. Veel verschillende dingen. Maar vooral ook, ga ik weer nieuwe types uitproberen. Kan ik Maxima nadoen? Ja, nou, dan doe ik Maxima. Hoe doe je Maxima nou? Hoe, want we kennen natuurlijk de versies die in Lucky TV gedaan worden. Ik neem aan dat jij op een andere manier kijkt. Ja, ik wil sowieso niet kwetsen of gemeen, maar ik wil wel... ik heb het gehad bij haar over dat ze een soort huwelijkscrisisje kreeg... door alle taalverwikkelingen, zeg maar. Mm-hmm. Zij liep achter met een sigaretje. Ik zeg, wat heb je, Alex? Ik zeg, heb jij niet gesnoept? Heb jij suikergebrek? Nee, Maxima, ik moet jou wat opbieden. Ik denk, opbieden? Hij zegt, ja, ik heb vandaag gezondigd, Maxima. Ik denk, gezondigd? Ik zeg, wat ga je mij vertellen, mannetje? Op wie lijk jij? Hij zegt, Maxima, hij zegt, ik heb vanochtend koffie gedronken... en ik heb stiekem daarbij 3 Arnhemse meisjes genomen. Hij zegt, ik kon die niet weigeren, die lagen recht voor mij op de tafel. Ik dacht... Op deze moment, ik dacht dat ik een zwarte vlek had. En s'nachts heb ik op de internet een ticket geboekt. En s'nachts, ik sta klaar met mijn koffer om terug te gaan voor Argentinië. Komt het kamermeisje, wat is dat, Maxima? Ik zeg, ja, zo en zo, huilen. Ik zeg, Alex, 3 Arnhemse meisjes genomen. Ze zegt, oh, Maxima, Arnhemse meisjes, het zijn koekjes. Dus u begrijpt, het was een beetje dom van mij. Dat is heel een beetje zin. Maar de humor zit overal wel in, vind ik. Ja, vooral als je kijkt naar mensen. Mm. Ik heb wel vaak dat ik ook een gesprek me half voor... omdat ik naar iemand zit te kijken. Oh ja, en dan heb ik mijn eigen gedachten al. En denk, oh, dat zal... Volgens mij is dat zo, gaat dat daar thuis zo aan toe of zo, weet je wel? Goedenavond, kanjers! Goedenavond, kanjers! Vanavond met mijn konden een fantastische avond, hè, mensen. Oh man. Ja. Het is een van de weinige vrouwelijke comediennes die we nog hebben in het volkse genre. Ja. Want ik ben zelf ook een volksartiest en Tineke heeft ook een volkse uitstraling. Ze doet altijd volkse typetjes. En daar is ze denk ik de enige nog in. Maar is het ook niet haar verdienste dat ze de drempel van het theater aanzienlijk verlaagd heeft? Absoluut waar. Absoluut waar. Hetzelfde met Van Duin eigenlijk. Dat is mensen, dat weet ik ook, mensen die niet daarvoor in het theater kwamen, bezoeken nu het theater wel. Vandaag gaan wij het eens hebben over het verschonen van de bedden. Een maandelijks terugkerend ritueel. Een veelgehoorde uitspraak onder de huisvrouwen is tegenwoordig: mijn bedje is gespreid of ik deel de lakens uit. Wij beginnen gewoon met het luchten van de slaapkamers. Dit doen wij eenvoudig door een raam open te zetten. Heb u echte openslaande deuren, sla die dan flink open. Haalt nou de oude dekbedhoes van het dekbed af en doet er een nieuwe om. Juist. En daarop begint de ellende. Toch ben je niet als cabaretière begonnen. Nee, want ik was eigenlijk heel verlegen. Ik wilde zangeres worden. En mijn hele middelbare schooltijd, MMS... je had schoolcabaret. Nou, dan had je de meiden met de grote bekken. En die stonden vooraan. En ik kon wel zingen, gitaar spelen. Maar
Ja, ik werd niet gevraagd ook. Het was een beetje stil. In deze aflevering van Klasgenoten gaan we naar Utrecht. Naar een schooltype dat niet eens meer bestaat. De MMS, de middelbare meisjesschool. We kijken naar de vierde klas. Allemaal meisjes, toen van een jaar of 16. Ik trad wel op voor de radio en ik droomde. En ik, nou ja, vanaf mijn 8e dat ik die gitaar in mijn handen had. Onze lieve heer, mag ik alsjeblieft zangeres worden? Want dat lijkt me het mooiste wat er was. En ik denk ook vaak dat is toch een soort tegenhang geweest met dat keiharde werken van je ouders en dat pakhuis. En zomers, als het stralend weer was, als de zon scheen, zou ik maar zeggen, dan liep je in het donkere pakhuis, mocht je een beetje meehelpen, lege flessen uitzoeken. En ik weet wel dat ik op tv Esther en Abraham Overim zag. In die studio, in die grote show van Rudy Karel. Ik werd uit mijn bed gehaald, mocht die show ook zien. Mijn ouders waren wel makkelijk. Kom even kijken, het is leuk. Nou, als 8-jarige. En voor mij viel het kwartje, dat wil ik. Optreden in de spotlights, licht. Dat leek mij, nou ja. Dat leek je? Ja. Tineke, waarom zat jij op die MMS? Ja, eigenlijk omdat dat 5 jaar duurde. En in de tijd aan de brugklas kon je ook nog kiezen HBS. Maar het was een jaar langer. En ik had zoiets van, ik moet zo snel mogelijk van school af. Dat diploma hebben, want ik moet zo snel mogelijk beroemd worden. En dat heeft heel lang geduurd achteraf, dus ik had toch die HBS wel kunnen doen. Tineke Schouten, ze is 16 jaar en ze komt uit Utrecht. Vandaag heeft ze het al gehad, want ze heeft examen gedaan MMS vanmorgen. En dat was natuurlijk toch nog zenuwachtiger dan deze finale. En ze heeft het er vanmorgen goed afgebracht, dus waarom vanavond niet? Ze zingt al 3 jaar. Ze heeft al die 3 jaar al zangles van mevrouw de Jong uit Utrecht. En ze brengt ook haar eigen repertoire. Hier is Tineke Schouten. Hallo, hallo, Jacqueline Hamoudonet. Canadonech, Marquis de Pantalon. מו בכל יום המילי טלפונית נו מחתה שם בארמון החוץ מזה מרקיס הכל בסדר כל חוץ מזור שום חדר. Tineke maakt fantastische liedjes. Ja. Daar is, vind ik, altijd erg onderschat. Ja. Ik zeg wel eens tegen haar, Tineke, je zou een liedjesprogramma moeten beginnen. En dan zegt ze, ja, maar dat, mensen willen dan toch dat ik op een gegeven moment weer in een pak of als Beb Lachenbek kom. Ik zeg, nou, je zou het eens moeten proberen. Wat spijtig is voor Tineke, is dat mensen komen veelal bij haar voor de lach. Ieder jaar brengt ze een aantal liedjes in. En na afloop hoor je altijd mensen zeggen dat ze ook die liedjes dat die hebben ontroerd. Het mooie is, vind ik, in haar voorstellingen dat ze dat heel mooi afwisselt. Ja. En in die zin het publiek meer heeft dan het verwacht. En uiteindelijk dus ook nog weer tevreden naar huis stuurt. Toen ik van de MMS kwam, ja, toen dacht ik, nu ga ik zangeres worden. Maar ja, niemand zat op mij te wachten. We gingen verhuizen naar Zeist. En je viel in een gat. Dus ik moest gewoon werken. Ik heb ook altijd gewoon een baan gehad. En toen zei mijn zanglerares wel, Ellie de Jong. Ja. En die is eigenlijk best wel van betekenis geweest. Want die riep, Henny Oliemuller zoekt een cabaretière. Nou, dan mocht ik mooie liedjes zingen bij hem. En dat vond ik ook alleen maar leuk. Maar ik keek wel stiekem van achter de coulissen naar hoe zij al die typetjes deden. Henny Oliemuller was een Utrechtse, lokaal zeer beroemde cabaretier. Maar wel een Utrechtse cabaretier. Ja. Hij heeft me eigenlijk wel nou ja, niet 1 keer, maar 100 keren gezegd. Ach, Tineke, mooie liedjes zingen, dan ben je zangeres, dan ben je zo weg. Je moet theater, totaal theater. Dat zei hij echt tegen je? Ja. En hij gunde me ook wel alles, want op een gegeven moment, ja, eigenlijk bijna een klassiek verhaal. Ja. Annemarie Konings, daar was hij mee getrouwd. Ja. Zij brak haar been 's middags. Zij deden samen die sketches. Hij had 's avonds een heel belangrijk optreden. En ja, moet ik dat afzeggen? En toen zei hij, maar jij... Ja, ik zeg, ik ken het allemaal uit mijn hoofd. Ik had zoveel meegeluisterd, ik was zo fanatiek. Nou, we hebben even een uurtje gerepeteerd en de dingen die ik kon nadoen. En nou ja, dus hij kon nog een mooi programma in elkaar draaien. Ik was niet gelijk om, want ik wilde toch wel zangeres worden. Dus ik heb nog een LP gemaakt. Met geschreven door jou ook nog verschillende liedjes. En
Met de Blue Diamonds, dacht ik nog. En ja, zo'n heel triest foto. Ja, mooie poëtische liedjes. Ja, poëtische liedjes. En ook onder andere de liedjes die ik zelf dan schreef. Een zondag in april. Of, die waren overigens beter. Je eigen liedjes. Nou, dat weet ik niet. Die van jou waren ook heel mooi, hoor. Ho, ho. Ons geluk ligt in verschillen. Duizend verschillen die we delen. Slechts weinigen zullen begrijpen. Dat wij toch altijd merkbaar gelukkig zijn in mij, rond mij, bij mij. Ja, ik dacht, nu ga ik beroemd worden, dacht ik toen, hè, met die LP. Ja, maar... dat gooi je toen al, denk je. Ja, dat dacht je. Maar als Willem Duizend maar draait en zo... Nou, ik geloof dat hij inderdaad toen een ochtendje heeft gedraaid, maar... Daarna ebde dat weg en niet beroemd. Nou ja, wat dan? Gewoon maar aan het werk. Hessings autobedrijven. Bij het VVV. Leuke baan. Ook leuk. Vermaakte me ook wel. Hè. Maar die droom bleef. En toen belde Bekien op of ik met hem wilde Herman optreden. Herman Bekien, ja. Was een andere Utrechtse cabaretier. Andere, ja. Maar Bekien wees je eigenlijk toch een beetje de weg... nadat later je ambacht zou worden... Toch de toegankelijke humor, als ik het zo mag zeggen. Juist, eigenlijk dat weer wel. Want ik zal maar zeggen, Oliemuller die schreef echt voor je... en die wilde echt dat jij straalde. En wat dat gaat, heb ik een prachtige combi gehad eigenlijk. Bekien, die was wel commerciëler, zeg maar. Maar ook wel wat moeilijker, want die wilde zelf alle dingen doen. En als ik al zei, ik heb een liedje of een... Nee, er is geen tijd voor. Of hij was een beetje meer... Ik mocht aangeven. En daar hield het mee op. Maar ja, u bent op het idee gekomen om eens iets totaal anders met die boot te gaan doen. Dat was een idee van Moin Vrooijoe. Uw vrouw? Ja, Moin Vrooijoe, Moin Wolf. Dat is er een van Kreel. Maar Kreel dus eigenlijk. Leuke grappen waren alleen voor hem. Ik bedoel, alle grappen, terwijl ik ze ook verzonnen had, weet je wel. Maar goed, en ja, dat... Dus dat... Ja, dat stak je wel. Nou ja, precies. Het draaide om hem. Ik was bijzaak, zeg maar. Hij gaf je niet de ruimte om ook te excelleren? Nee, hij gaf mij niet echt de ruimte. En die zegt, waarom ga je niet zeevissen als ooitje? Als ooitje. Sportieve recreatie. Sportieve recreatie. Later, tweede, derde jaar, want ik bleef wel fanatiek schrijven ook. En ik maakte veel mee bij dat autobedrijf bij Hessing. Dus de ene sketch naar de andere. De beroemde sketch met die telefonist is toch daar ontstaan? Ja, daar op een type, want daar ben ik eigenlijk dan... Ik moet het een beetje gelijk kunnen. Ik haat trouwens repeteren. Ja? Nee, dan zitten er drie man in de zaal en dan moet ik leuk lopen doen. Nee. Ja. Dus ik in mijn hoofd denk ik, en iedereen is altijd in paniek. Morgen zit de zaal vol, hè? De eerste voorstelling, eerste try-out. Wat, en heb ik het nog niet eens gerepeteerd of zo? Maar ja, laat mij maar. En als ik het die avond doe, ja, dan moet het goed zijn. Of in elk geval... Goed voor een zeventje, een zesje of een zeventje, hè? Dan mag het blijven. En dan ga ik het wel ver volmaken, zeg maar. Het ontstaat ook door het te doen. Ja. Het Utrechtse accent is een van jouw merken, hè? Dat... Ja. Ja, ik... Heb je dat van jezelf? Spreek je dat thuis ook? Nee hoor. Mijn ouders zijn allebei import, dus geen Utrechters of Utrechtenaar. Ja. Maar ik heb het dus van huis uit helemaal niet meegekregen. Het is eigenlijk sinds een jaar of vijf dat ik zelf soloprogramma's doe. Dat ik dan eigenlijk nu... het Utrechtse type daarbij... Dat was vroeger Rijk de Gooier met Bartels. Ja, dat was het Utrechtse accent. Ja. Het Utrechtse accent, is dat heel goed geschikt voor humor dus? Ja, ik denk het wel. Het heeft ook iets...
Ja, zoiets van, er valt niet aan te tornen. Wat ik zeg, zo is het. En dat, ja. Dat heeft wel, ja, dat heeft wel iets leuks, vind nou, ik. Nou, ik vind het enig en ik ben blij dat we nu een geweldige Nederlandse comedienne hebben. Ja. Die me aan Lucio Bol doet denken, die een geweldige toekomst tegemoet gaat. Hey, meneer Meidema, je had hem een bakje koffie gevraagd, hè? Maar dat kan niet meer, is te laat, hoor. Hey. Oh. Ja, nee, trouwens, je moet je koffie terugbrengen als je het uitgedronken hebt, hoor. Want dan kan ik het afwassen, want anders koek ik het zo aan. Ik heb net mijn shop weggegooid, was op beter nooit voor 10 klaar, ja, toch, niet dan? In de liefde gaat het goed. In 1979 trouwt Tieneke met haar Hans in Slotzeist. Er is een artiestenanekdote die vertelt dat Tieneke kort daarna, op haar verjaardag, bij het ontbijt naast haar zachtgekookte eitje een presentje vond. Waarin stond dat Hans haar een eigen theater gaf. Het plan was om dat samen met de Utrechtse cabaretier Herman Perkin te doen. Perkin was een fenomeen met volkste humor aan zijn kont, maar ook een onberekenbaar mens met vele fobieën. Op het allerlaatste moment haakte hij af. De investering in het theater bleek tevergeefs. 5 maanden zwanger. En we zouden het theater opgeven. Het zou een feest- en partijenzaal worden. En ik zou thuis voor het kindje gaan zorgen. En ik schreef aan de keukentafel, als ik hier zit. Dat was ook zo'n grijze keukentafel trouwens. En Leni uit de Takkenstraat, uit de Gein en zo. En mijn platenproducer hoorde dat, Bert Schout in die tijd. En dat is leuk, uitbrengen. En dat werd een top 10 hit. Dus met een dikke buik heb ik mijn eerste hit staan zingen. Zo is het, en daardoor geven wij haar toch graag even de kans. Deze Leni uit de Takkenstraat. En geachte platenbos, hier volg een baantje van Leni uit de Takkenstraat. Ik heb er een vlot moppie opgezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette-recorder in corporatie met 8 muzikanten en een accordeon. Misschien is het wat voor een plaatje. We hadden laatste feestje bij mijn buurman Teun gehad. En op het laatst leg ik daar voor pampers in het bad. Gelachen, hoor. En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie. Dat moet je op een baantje knallen. De steun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik en Torst al zingen, wat, aan zijn verliefde katten. Ja, u mag maar eens luisteren, wat, het klinkt heel commercieel. Alleen, mijn buurman, zijn bouvier, springt hier telkens naar mijn keel. En de heer alleen maar laars van me. Hip, hup, hap, wie zijn broederschap? Daar zijn Kalleman. Dik, wappen, warm. Mensen uit alle landen, klap eens in je handen. Geef me Cor een hand, maak geen trammeland. Alles viel op zijn plek, kind. Theater zat stampvol. Die LP die ik net had uitgebracht, die totaal niet werd verkocht. Verkocht dus een, nou ja, wat heb je nog meer voor liedjes? Nou, wat ik 2-3 jaar daarvoor al deed. Oh, dat is ook leuk. En hier kunnen we wat mee. En kwam Sweet Honeybee en het papegaaienlied. En vakanties niet. Alles waren eigenlijk allemaal veel op de radio. Top 10 of top 20 hit, zeg maar. Van John de Mol. En die ging mij in de grote theater springen. Was zelf precies zo oud als ik, een jong jongetje. Ja, leuk. Leuk, frisse jongen. Harde werker ook. Ja, dat sprak wel aan. Maar hij is nog precies dezelfde. Ja, ouder geworden. Maar misschien een paar operaties, dat weet ik niet. Nee, maar hij ziet er nog strak uit. Eigenlijk dezelfde als 35, 40 jaar geleden. Hallo! Kan u me nog of
dat u mij nog kunt. Ik werkte toch eerst bij meneer Eddie, zou ik maar zeggen. Maar die heeft me toen toch ontslagen. Dat vond ik hoske vals, jongen. Ik heb nou weer een nieuwe baan. Oh, jongen, weet je wat ik nou ben? Ik ben nou naaister. Voor zijn koningin Beatrix. Goed, hè? Een javiool mens, jongen. Zijn koningin Beatrix. Ze is zo leuk, jongen. Eerlijk, hoor. Want ze zei, nou, ik zal u eerst even het naaiatelier laten zien... waar u eventueel komt te werken. Ze zei, maar doet u wel heel voorzichtig. Want hier staat een hele oude naaimachine, een antieke. Die is nog uit de tijd van Napoleon. Is je nou, laat maar een mijn over, hoor. Ik heb zelf thuis ook zo'n oud kring. Maar ze was wel hartstikke gezellig, hoor. Toen zei ze, kom even gezellig zitten, kunnen we even babbelen. Ze zegt, blijft u soms een kopje thee? Is je nou, heel graag sta je, meid. Toen zei ze, nee, meid, dan ga ik er ook even bij zitten. Gezellig. Ze zegt, blijft u er soms een koekje bij? Ik zei, nou, graag. Ik denk, dat zal wel een prins fourré wezen, hè, die krijgt. Maar nee, toen kreeg ik zo'n froe-froe. Kan je die vervroes met van het witte spul ertussen? Maar ik zeg haar koningin, ik zeg, die vroe-vroe is zeker ook antiek, hè? Ik zeg, zeker uit de tijd van Sinterklaas. Ik zeg, maar die vroe-vroe lijkt wel taai-taai. Goeie! Hoe lang heeft die samenwerking geduurd? Die heeft 11 jaar geduurd. Ik heb met hem nog grote tv-shows gemaakt. 6 keer Schouten City en 3 keer 10 keer Schoutenshows. Grote tv-shows. Was eigenlijk voor die tijd heel uniek. Want grote artiesten van binnen- en buitenland traden erin op. En mijn sketches werden uit het theater verknipt. En die werden door die shows heen gevlochten. Ach, het. Gat. Ach, man, wij zijn stapel op beesten hier thuis. Ach, we zijn er zo stapel op. Hé, Ara. Hé. Ach, we zijn er zo gek op. Eerlijk, allemaal, hoor. Miranda, ook wat hij de slaapkamertjes ziet. Waar alles zit. Ze hamstertjes, koviootjes, marmootjes, waandluisjes, schuppies, jonge katten, witte muizen, bruine muizen, brilslangen. Brilslangen heeft ze pas geleden nog gekocht, hoor. Die waren in de aanbieding. 10 per strekkende meter. Henny Budi heeft dat nog fantastisch geregisseerd. En later Bob Royens. En dat was een beetje een grote regisseur. Maar dat was geen gevoelige man, zou ik maar zeggen. Het was eentje met de bottenbuil daar op die vloer. En iedereen raakte lichtelijk overspannen. Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Dames en heren, allemaal hartelijk welkom weer in Schouten City. Je had in die tijd geen autocue. Nee. Dus alles moest je uit je hoofd doen. Ja, het zwerven zit ons in bloed. Ja, het zwerven doet ons goed. Ja, het zwerven zit ons in het blauwe bloed. Het was 6 uur show, maar je wil niet dat 6, 7 camera's, dat dat over moet. Nee. Dus moest je iets playbacken of live zingen of, nou ja, dat vroeg zoveel energie en concentratie. En vooral ook later met Bob Royens. Ja, die kon hele middagen bezig zijn met 1 mooi beeldje. Dan was het 6 uur, maar we zouden vandaag ook dat nog op. Nee, Schouten, die weet het wel. Doe maar even, dan moest je... Dus het ging wel een beetje gespannen. Toch dok door het lint zou gaan, vloog hem bijna aan. Geloof mij, ik ben gekke Henkie niet. De kwaadste niet, maar dan staan we evil. Ik ben gekke Henkie niet. Eén ding is zeker, wanneer Tineke Schouten voor de onmogelijke keus zou worden gesteld om te moeten kiezen tussen gezin of theater, dat ze zonder enige terughoudendheid zou kiezen voor gezin, kinderen en kleinkinderen. Mijn man had uit een eerder huwelijk, zeg maar, hij was al 3 jaar gescheiden toen ik hem leerde kennen, 2 jongetjes. Ja. Ik heb daar een hele goede band mee, leuke jongens. Maar ik zie ze 3, 4 keer per jaar, denk ik. Ja, ja. En je dochters? Ik heb dus 2 meisjes, Sigrid en Stephanie. Sigrid is dus 35. Ja. 35 jaar geleden
in de hele Hoos Takkenstraat geboren. En Stephanie kwam 4 jaar later. En heeft intussen al 4 kindjes. Ja. Belangrijker is toch een goede moeder te zijn, zeg maar. Het in het leven goed te doen, de mensen om je heen. Ik heb ook moeilijke tijden gehad, tuurlijk. Ja. Dingen waar mensen nauwelijks vanaf weten. Ik bedoel, toen de tweede geboren was, was het toch een gigantische werkdruk. Ja. Op 18 juli werd ze geboren. Ik stond in juni nog op te treden met een dikke buik. Maar er moest een nieuwe show komen. En ja, je kind de tweede achterlaten was eigenlijk nog moeilijker. Toen moest het veel meer in die molen van... Mijn man was... kom maar, geef maar, kan ik het flesje geven? Want ja, je moet over 6 weken weer, weet je wel, iedereen om je heen. Ik heb geen pauze genomen toen. En dat is wel een beetje gemist geweest. Hè? Toen heb ik ook echt wel... Stond je met een te hoge bloeddruk op dat toneel. Het was toch een gevecht, terwijl je leuk stond te doen. Dus je kunt ook wel heel leuk doen, op routine matig, zeg maar. Maar je hart was... Ik weet wel, als ik dan thuis kwam, dat ik dan de baby uit bed haalde. En dan kon ik er 's nachts om 1-2 uur gewoon een tijdje mee zitten. En denken, dan wil ik hem vasthouden. En Dat was gewoon, ja. Waarom ben je in Spanje, Tineke? Op vakantie of ook werk en schrijven en zo? Nee, we hebben echt vakantie gezellig met de kindertjes. Dus er wordt niks geschreven nu, deze keer. Je kinderen, je hebt ze meegenomen naar Spanje, begrijp ik dat goed? Ja, nee. Ja, mijn kinderen zijn mee. Ja. Leuk. Ik kan ze even bijroepen. Sigrid, kom. Even een dag zeggen naar alle mensen in Nederland. Hallo. Misschien kijkt oma nog wel. Dat is Sigrid. Sigrid is 4 jaar en die zwemt hier al in het diepe. En dit is Stephanie. Hallo. Stephanie, zeg eens dada. Hallo. Je hebt een mooie spin in je mond, hè? Doe maar eventjes uit. Zo, zeg maar dada. Zwaai. Dag. Dada. Ik vind, ze doet het toch maar. Nou. En s'avonds laat weer thuiskomen en de volgende morgen weer fris op. En vroeger s'avonds met de kinderen en zo? Ja, met de kinderen weer. Altijd tijd over nemen. Nee, dat... ik kan niet anders zeggen als dat ik werkelijk verschrikkelijk trots op haar ben. Waarom komen al die fans toch op Tineke Schouten af? Zijn het haar liedjes, haar dubbelzinnigheden of haar krankzinnige typetjes? Ik zeg dat u een grote bos bloemen op het toneel legde voordat de voorstelling begon. Waarom was dat? Nou, omdat het een Utrechter is en mijn hart gaat uit naar Utrecht. Mister Waardwoord, ben ik nou 46 jaar, hoor. Ik heb 37 keer verkering gehaald, hoor, en het is weer als het niks geworden. Nou, als ik volgend jaar weer kom, gaan we weer kijken. Kijk eens naar mij, jong, zie je iets bijzonders aan mijn handen? Kijk nou eens goed, jong, het zijn mijn nagels, zo lang. Heb je met collega's ook veel contacten? Is er iemand in het vak waar je echt bevriend mee bent? Echt bevriend niet zozeer. Nou ja, Jochem Meijer, schatje. Ja. Maar door de drukte. En ik moet zeggen, ik ben ook wel min of meer verlegen. Ik denk ook heel vaak, zou ik me even bellen? Ik denk, die jongen is ook druk, weet je, laat ik maar niet doen. Of moet ik hem lastig vallen? Karin Bloemen, daar trek ik toch wel zo af en toe. Dat was een keer uit eten geweest. Ja. Van Duin vind ik ook. Die komt zelf altijd naar mijn shows. Ja. Hartstikke aardig, vind ik een lieverd. We hebben natuurlijk heel veel cabaret. En daar zijn de vrouwen ook niet ruim in vertegenwoordigd. Ook meer mannen dan vrouwen. Maar in ons genre, zeg maar. Ja. Dus, Tineke en mijn genre, dat is... Nou, zijn we de twee laatste der Mohicanen, hè? Kaandorp, ja, die komt er. Hé, Schouten, weet je wel, ja hoor. Even een biertje met Kaandorp, doen we ook. En... Maar het is het laatste jaar een beetje verwaterd. Je komt elkaar niet zo tegen. Ja, meer zit er niet op. Ja. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, zo. Ja. Goedenavond. Goedenavond, Rotterdam.
Wacht, heel even. Ja, sorry. Ja, ik zit er niet erg damesachtig bij, dames en heren. Beetje crisisbroekje, zou ik maar zeggen. Beetje krap gesneden broekje, maar... Bij iedere uitvoering, als ik er zit, dan moet ik altijd wel kijken... Oh, god, die man nu lacht ineens, weet je wel. Dan denk ik, man, snap je hem niet, weet je. Maar dat soort dingen wel. Want je wilt toch graag dat je kind gewaardeerd wordt. Mag ik applaus? Ja. En wordt ook door vakgenoten... Ik spreek ook mensen als Bert Visser, als Jochem Meijer. Die zijn erg dol op haar. O ja? Ja, zeker. En ook Joep heeft dat een keer gezegd, Joep van Trek. Dat toch wat zij doet... heel bijzonder is dat ze een eigen genre heeft neergezet. Een eigen soort humor, waar ze echt in uitblinkt. En daar kunnen zij als vakgenoten echt ook naar kijken als een heel bijzonder genre. Hebben jullie ooit een huwelijk overwogen? Nee, we hebben geen huwelijk overwogen. Nee. Maar dat zou gekund hebben. Nou, u had het in de gaten, dames en heren. Ik zit hier in het voorprogramma, opdat u morgen thuis bij de buren kunt zeggen van... nou, we hadden lekker twee voor de prijs van één, begrijp je wel? We hadden lekker Brigitte er nog bij, ja. Want Tieneke zit op dit moment bij Joep van het Hek, zal ik maar zeggen. Dus in het voorprogramma, nou, Sarah Kroos bij Jochem Meijer, noem maar op. Herman van Veen bij Bert Visser. Nou, iedereen helpt elkaar die crisis door, begrijpt u wel? Want ik heb wel dips gehad. In die tijd dat ik met John de Mol wegging, was het even... Het was ook het punt, het laatste jaar bij John had hij weinig tijd voor theater. Dus hij zette daar iemand op die er helemaal geen verstand van had. Dus die zette mij verkeerd in de theaters. Waardoor ik ineens nog maar 60-70% uitverkocht was. Terwijl ik gewend was uitverkocht te zijn. En ja, dan lag het aan mij. De show was niet zo goed. En ja, dan moet je dat leren tegen je aan. Terwijl daarvoor weet je alles hemelhoog juichend. En daarna was het ineens, ben je dan niks meer. Ja, je bent op je retour, weet je, dat zeggen mensen om je heen. Nou ja, dat is wel hard, want ik was nog niet aan mijn retour toen. De was uithangen en de was uithangen. De was uithangen en de was is klaar. Was even... Een stukje jazzblad. Dat is een jonge wijn, dus we schrijven niet overop. Jong en toch soepel. Dat is toch een mooi compliment. Huh? Zo'n compliment zou een echtgenoot ook wel eens willen krijgen. Maar onder ons gezegd, dat blijft heilig. Vanmorgen kwam je onder de douche vandaan en zegt... Anita, kijk eens naar je husband. Dus, ik keek even. Hij zegt, kijk eens, wat hier staat. Dus, kijk even. Hij zegt, hier staat één brok dynamiet. Ik zeg, jawel, maar met een klein lontje. Hallo. Hey, Pietersje. Ja, dan roep ik wel even om. Attentie. Hier volgen mij de duiding voor Pilou Pietersje en zijn vriendin uit van Aikiki. Mevrouw Pietersje, staat u op te wachten bij uitgang 6? Met een honkbalknuppel. Is het in een ruzie geëindigd met John? Met John is toch wel in een rechtszaak geëindigd, ja. Mijn man was meer, je gaat toch niet... mevrouw heeft zo hard gewerkt. Hij wilde de laatste volgens contract niet betalen. John kon niet zo goed tegen zijn verlies, geloof ik. Ik weet niet. En die had ook intussen zijn apparaat wel. Ik heb John nooit meer gesproken. Terwijl wel ooit ben ik hem tegengekomen. Gewoon goed, weet je. Maar John is een type, ja. Hey, hier heb ik recht op. En mijn man is net zo. Hier heb ik niks ervan. Ze heeft keihard gewerkt. Dat geld moet je nog uitbetalen. En we hebben het gewonnen ook, want ik heb nooit een dag geweigerd en nooit, zelfs in die 35 jaar. Maar heb je dat gebeten, dat je met hem ruzie hebt gehad? Met John, ik vind het jammer, want ik vond een leuk jochie, een harde werker, ja. En we konden lachen en hij was ook best wel een beetje verlegen en nerveus in die tijd. En ik denk, ja, we zijn allemaal simpel begonnen en...
Ik heb het natuurlijk verder geschopt dan hij. Dus dan denk je, het is toch wel leuk. Nee. Zonder trio, Linda, Tineke, Sandra, ja, de ooievaar had zwaar de beet toen hij ons bracht bij de thee. Alles in huis moest aangepast, drie dubbele wieg, drie dubbele kast, daar lagen we dan drie puur nature, zo premature been. Had ik maar een dikke stok of grote steen, dan jaagde ik ze weg die twee en was ik lekker alleen. Toen ben ik bij Van Liemt terechtgekomen. De beroep nu. De beroep, van Liemt, van Liemkamp. Ja, die ook. Van meneer Van Liemt. Van André Rieu, ja, ja. Van Mini en Maxi. En ja, veel dingen gedaan, ja. En die wist heel goed een boek in de theaters. Dat zijn echt theatermensen. En gelijk hartstikke uitverkocht. Goedenavond, doors, kijkers en luisteraars. Wij zijn welkom bij de Babbel en de Papegaai. Wij zijn live op de buis, dames en heren. Ladies and gentle peoples. Met een piratenzender. Namelijk dankzij het satellietje in de lucht kunnen we nou live een totaalprogramma brengen met rubriekjes erbij, mededelingen tussendoor, quizje erbij, we jensen er ook nog een ruimte, artiesten tussendoor. Dus het wordt allemaal hartstikke gezellig, hoor. En uw presentatrice van heute avond is de oudelijke vrolijke, knappe, charmante, leuke, platte, spontane, motorbewuste en vooral bescheiden Lady Lachenbek. Als bij belachen bij komt, vind ik er altijd wel een van de hoogtepunten, ja. Wat bewonder je in haar? Nou, vooral haar veelzijdigheid en dat ze het allemaal zelf schrijft en maakt en bedenkt. Ook de liedjes en de typetjes. En elke twee jaar heeft een nieuw programma en elke twee jaar verbaast ze mij toch wel weer. Dat ze potverdorie nou toch weer allemaal bij elkaar bedacht. En ook de persiflages die ze maakt. Ik vind haar, ze is erg veelzijdig. Oh, ik krijg een WhatsAppie. Kijk, oh my god, er werd over mij gekletst en ik was kwetsbaar, greep naar de fles. Maar dat wilde nooit naar meer worden, rauw. Kijk hem opgewonden raken. Leuk. Ik had nooit gedacht dat ik het zo ver zou schoppen met mijn Turkers accent. Dat Twens, dat breng je niet ver. Maar godzijdank was ik heel goed in mijn Engels. Ik had altijd een 6 of een 7. En dat hielp me echt heel veel. Het is gewoon een wonder. A miracle is looking in my life. A miracle. Als je in staat bent mensen en typetjes neer te zetten. Dat lijkt altijd heel makkelijk, maar dat is heel erg moeilijk. Je moet namelijk heel goed kunnen kijken, heel goed kunnen luisteren en heel goed kunnen begrijpen wat er in die mensen omgaat. En Tineke kan als geen andere kijken, luisteren en dat vertalen naar typetjes op het toneel. En dat maakt haar wat mij betreft uniek. Want een avond als vanavond zinder door overal. Stijgt naar hoge sferen, trekt een spoor door. Zet de sterren in het licht, straalt terug op je gezicht, maakt de wereld toch veel mooier overal. Een avond als vanavond zoekt zijn baan langs de maan. Je ziet het met het blote oog, het schiet als een komeet omhoog, tot in eeuwigheid kan nooit verloren gaan. Het is voor haar heel vermoeiend, want ze is zo ongelooflijk actief op het podium. Ze heeft natuurlijk razendsnelle scènewisselingen, verkleedpartijen. Als zij een soort, wat ze traditioneel doet, een soort sterrenparade houdt, waarbij ze voortdurend in de huid kruipt van anderen, dan gaat dat in een werkelijk waanzinnig tempo. Dus volgens mij moet je daar wel behoorlijk veel energie voor hebben. Dan denk ik wel eens, zulke zalen om die bezig te houden, om die de aandacht te kunnen geven die mensen nodig hebben voor zo'n voorstelling. Nou, dat vind ik toch wel heel knap, hoor. Dat zijn toch maar weinig mensen die dat werkelijk
Maar ja, ik mag niet te veel trots zijn, want dan voel ik me eigenlijk... Ja, maar dan voel ik me eigenlijk zo'n opschepper. Een avond als vanavond zin door files op de melkweg, laat de chaos ontstaan. Je ziet het met het blote oog, het schiet als een komeet omhoog. Tot in eeuwigheid kan nooit verloren gaan. Als cabaretier is Tieneke tot volledige wasdom gekomen. Ze beheerst haar vak tot in de finesse. Uiterst professioneel, met grote inzet en zelfdiscipline. Onlangs vierde Tieneke haar 35-jarig artiestenjubileum. Ze heeft, bij een goede gezondheid hoop ik, nog zo'n 15 jaar te gaan. Zoals André van Duin het al zei, Tieneke en hij behoren tot de laatste der Mohikanen. Echte opvolgers hebben zich nog niet aangediend. Het is zeker niet terecht om erop neer te kijken, want waarom zou ik erop neerkijken? Het is een heel veel gevraagd. De zalen zitten bomvol, al 35 jaar, dus er is heel veel behoefte aan. Altijd uitverkocht, maar... zalen vol, maar daarbuiten sprak en hoorde ik niemand. En ik telde ook niet mee. Ik dacht, oh, Schouten, ja, ik kwam nooit op tv. Want dat is het mooie. Dat zag ik in die 5 jaar dat ik bij Joop van Ende was. Als je dan mensen had met nieuwe shows, ik was op voorhand al uitverkocht. Wat vond u het allerleukste? Dat ze Tina Turner daar deed. Ja. Vond jij het ook leuk? U deed het hartstikke leuk. Zoals jullie het deed, podium. Alle duiven op de dam. Sjalala, sjalala, kakken op je bus en tram. Sjalala, sjalala. Nou, 3 weken geleden, het stond nog in mijn daarhoek. Ik kan zo nakijken. Ik zit in de kant te hangen zo'n beetje, weet je wel, bij die dansvloer. En joh, 11:15, ineens komt er een vent. Recht de dansvloer overgestoken, recht op mijn af. Ik word helemaal zenuwachtig. Hij zei tegen mij, hij zei, danst u? Ik zei, nog niet. Hij zei, wil u dan even mijn sigaar vasthouden? Waardoor ze me bij Joop van der Ende ook, finaal... Nou ja, ze vergaat hier gewoon. Ah joh, dat zit toch vol. Terwijl voor anderen moesten ze heel veel reclame maken. En nou ja, die zaten in elk tv-programma. Ja, je bent zo geweldig, je doet zo goed. En je gooit je. Ja, en natuurlijk een beetje opscheppen. En dan ben je geweldig. En dan ben je heel beroemd. Maar eigenlijk zitten hier zalen niet zo vol als van mij, begrijp je? Van Delfzijl tot Valkenburg, van Texel tot de Neuzen. Spreekt iedereen zijn eigen taal, heeft elk zijn eigen leuze. Maar dat grote mierennest, wat je Randstad noemt, is onze rappe babbel in het hele land. Jazeker, suikerbolletje. Zeg niet, wat heb je dan van Utrecht gedaan? Maar de kreeën toch zo laag, eerlijk hoor. Je hebt de allerhande barretjes zo aan de graag. Een beetje jenne, beetje katten op een kooi. Van Delfzijl tot Valkenburg, van Texel tot Terneuzen. Spreekt iedereen zijn eigen taal, heeft elk zijn eigen leuze. Blijft het Utrechtse altijd op je schouder zitten? Ik mag er niet over mopperen, want het heeft me ontzettend veel goeds gebracht. Maar het is de sketch die ik altijd het laatst schrijf. Altijd wordt er gezegd, ja, maar je moet wel weer even Beb doen, hoor. Of er moet wel een nieuwe Beb in. Of Oma Oortjes, of Leni uit de Takkenstraat. Het zijn wel 3 verschillende, hè? Ja, Beb is heel plat, laag dronken. Oma Oortjes is meer, nou ja, een beetje... Ja, die proberen het wel, maar dat lukt niet allemaal. En ja, je hebt... Ja, bij wijze van spreken ook mijn kunt je me nog, tot je me nog kunt. Die is eigenlijk ook best wel een beetje Utrechts. Dus ik heb best wel een beetje verschillend. Hij was dus in zijn vrije tijd, was hij dus postzegel verzamelen. Ja, philatelist heet dat met het duur woord. Maar hij was het eigenlijk meer voor kinderpostzegels, hoor. Een pedofilatelist was hij meer. Zijn namelijk mijn keukentje aan het verbouwen. Man. Ik had een nieuwe wasmaatschap gekregen. Wasmaatschap. Heb mijn man heb hem zelf aangesloten op kraagstroom. Zo denk je wat? Ik ga haakballen eronder heb liggen, want dan vliegen ze de kap naar buiten, hoor.
Ik heb regelmatig een biefstuk uit de rhododendron om te vissen, hoor. Tieneke Schouten is uitgegroeid tot een van de meest geliefde theaterpersoonlijkheden van ons land. Haar volkse humor valt niet overal in goede aarde. Maar dat is volkomen ten onrechte. Haar voorstelling is een trimoefening van de lachspieren. En ze heeft meer mensen naar theater gebracht die anders de weg nooit zouden hebben gevonden. En helemaal aan het eind van haar voorstelling toont ze dat ze gelovig is. En dan is het even doodstil in een theater waar de muren nog natrillen van de lachsalvo's. Einde van de show. Die felle spot. Als dat applaus, slotapplaus, dan ben ik altijd heel blij als ik het goed volbracht heb. En vooraf loop ik ook altijd achter de coulissen. Moet ik even alles even, iedereen even noemen. Hou ze allemaal gezond, hou mij gezond. Geef een goede vlucht, want ik zie het als een... net zo goed als vliegtuig opstijgen, jongens. Werkt alles? Zit iedereen? Alles goed? Iedereen? Dus daar hebben we leuke mensen in, achterin? Ja, oké. Okay. Geef een goede vlucht, onze lieve heer. Nou, en dat bidje? Ja, dat zeg ik in gedachten. Bedankt alvast dat het goed gaat. En aan het einde van de show, inderdaad, in die felle spot. Bedankt. En mag ik morgen weer, zeg ik altijd. Mag ik morgen weer? Met vrienden. Met...